Voor één dag wordt het concertgebouw een dierentuin. Maken de dieren het bont en bakken ze het bruin. Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwensen. Zo blijkt uit de fabels van Toon Tellegen of uit de vruchten van Rachida Lamrabets scherpe pen. Doorheen de zoo waait muziek van alle tijden, op papier of op gevoel, van oost en west met één gezamenlijk doel. Een stoet van beestige mensen en humane dieren toont ons een spiegel die doet fronsen en doet gieren.